Dit filmpje gaat over Wilhelm Deltay en zijn opvattingen over geesteswetenschappen en de hermeneutiek. Hier zien we Wilhelm Deltay. En Deltay is een wetenschapsfilosoof. En hij onderscheidt twee soorten wetenschappen. Wij hebben eerder meerdere onderscheidingen gemaakt, maar hij zegt eigenlijk zijn er grofweg twee soorten wetenschappen. Hij zegt er zijn de geesteswetenschappen. Die gaan eigenlijk over de menselijke geest en haar producten. Dus we praten over psychologie, we praten over filosofie, we praten over geschiedenis. En de natuurwetenschappen, eigenlijk alles wat niet tot de geestwetenschappen behoort, zoals scheikunde, natuurkunde of in bepaalde mate biologie. Nou, zeg deeltij wat ik over die verschillende wetenschappen ga zeggen en over die scheiding ga zeggen, heeft van alles te maken met uh, hoe wetenschappen zich hebben ontwikkeld in de loop der tijd. En hoe ze zich hebben ontwikkeld is met name aan de universiteit. En. Um, de problematiek, of de dingen waar Deltaai het over wil hebben, die komen eigenlijk voort uit een ontwikkeling in die universiteit. Dus. En om die ontwikkeling te begrijpen, moeten we eerst even weten hoe het was een beetje zo ongeveer voor de tijd van Deltaai. Dus we kijken naar de universiteit voor 1850. En voor 1850 was nog behoorlijk wat van het systeem binnen een universiteit gebaseerd op iets wat eigenlijk al sinds de middeleeuwen um, zo was: namelijk iedereen haalde een soort bachelor in de filosofie. Uh, filosofie moet je hier vrij uh, ruim nemen. Ik bedoel, uh, namelijk, astronomie, uh, een soort taalkunde, uh, zelfs muziek zit daarbij. De zogenaamde zeven vrije kunsten. Uh, en het is een soort brede bacheloropleiding, zou je kunnen zeggen, in allerlei verschillende vakken. Die al met al uh, ja, onderdeel kunnen worden, als onderdeel kunnen worden gezien van wat toen dan filosofie werd genoemd, omdat bijna alles onder de filosofie viel. Um, en je kon dan nog wel een master doen, maar je kon niet een master doen zoals tegenwoordig in heel veel verschillende vakken, maar je kon eigenlijk alleen een master doen in medicijnen, in rechten of in theologie. Dus als je verder wilde studeren waren dat de, de opties. En anders bleef je eigenlijk hangen in een zekere zin op bachelor niveau. Dan kon je natuurlijk met die bachelor wel van alles gaan doen, maar je kon dan niet meer verder gaan studeren aan de universiteit om dan nog een hogere opleiding te halen. Nou, um, wat is dan de plek in een dergelijk curriculum? Van natuurwetenschappen. Nou, natuurwetenschappen zijn niets meer en niets minder dan natuurlijke uh, filosofie of natuurfilosofie. Dus uh, dat is daarin ondergebracht. En er is dus ook niet een duidelijk onderscheid tussen de beslommeringen die je tegenwoordig bij filosofie onder zou brengen. en de beslommeringen die je bij de natuurwetenschappen uh, onder zou brengen op dit moment. in de ontwikkeling van de uh, universiteit. Dan krijgen we een, een nieuwe situatie, dan krijgen we de universiteit eigenlijk zeg maar na 1850, en na 1850 wordt het steeds meer zo dat wat dan eerst filosofie werd genoemd, wordt werd gesplitst in natuurwetenschappen en in de geesteswetenschappen, en Um, dat roept de vraag op eigenlijk welke methodes moeten deze wetenschappen gebruiken. Want grofweg, hè, voor 1850 had eigenlijk elke wetenschap zo'n beetje dezelfde methode. En die methode uh, had vooral te maken met begrippen... en die duidelijk analyseren en met uh, autoritatieve teksten en daarmee omgaan. Maar na 1850 krijgen de natuurwetenschap een heel duidelijke experimentele methode. En dat roept precies eigenlijk de vraag op van ja, hoe zit het dan met de geesteswetenschappen? Um, want, zegt de Tai en nu komen we eigenlijk bij zijn opmerkingen over die verschillende wetenschappen. De natuurwetenschappen die verklaren, zoals hij dat noemt in het Duits, erklären gebeurtenissen met behulp van algemene wetten. Dus na 1850 die, die afgesplitste natuurwetenschappen ontdekken, dit is eigenlijk de manier waarop wij werken. En zij zeggen, uh, nou daar zijn we dus mee bezig en dat verklaren moet begrepen worden als een vorm van retrodictie. He, dus als het gegeven iets aan de voorspelling zou zijn geweest, als de gebeurtenis die voorspeld wordt niet al gebeurd zou zijn. En zegt uh, Deltaï, nou, dat is heel succesvol. Um, maar retrodictie is alleen mogelijk eigenlijk door abstractie van de menselijke ervaring. Dus als wij de werkelijkheid als één groot geheel beschouwen, dan kunnen we eigenlijk nooit goed tot een dergelijke voorspelling komen. We moeten stukjes van die werkelijkheid isoleren, zodat we ze he, binnen de natuurwetenschappen met bijvoorbeeld wiskundige wetmatigheden kunnen beschrijven. Um, en, zegt Delta, hoewel dat heel erg succesvol is in de natuurwetenschappen, kunnen we niet zeggen dit is nu de nieuwe methode voor alle wetenschappen. Want retrodictie in de geesteswetenschappen is volgens Delta onmogelijk. Om een aantal redenen. Allereerst nou, de complexiteit van menselijk gedrag. Dus de complexiteit van de werkelijkheid, van de niet-menselijke werkelijkheid die daar binnen de natuurwetenschappen toe leidt. Dat je een beetje moet abstraheren van de werkelijkheid zoals je haar ervaart. Die zorgt er eigenlijk bij het bestuderen van de mens voor dat dat soort retrodictie überhaupt niet mogelijk is. Bovendien hebben die geesteswetenschappen ook een normatief karakter. Geesteswetenschappen gaan ook over wat moet of wat zou moeten. Um, en bovendien is het ook zo dat je kunt zeggen dat als je het hebt over wat mensen denken, bijvoorbeeld, dat daar zelfs ook iets normatiefs in zit. Hè? Als je wil begrijpen wat mensen denken, ga je er ook vaak vanuit wat ze zouden moeten denken, omdat ze bijvoorbeeld iets zien en moeten ze denken. Dat er een appel voor hen legt. Want ja, jij ziet tenslotte ook diezelfde appel. Dus retrodictie is in dit geval een, uh, eigenlijk niet mogelijk. Maar ja, wat moeten de geesteswetenschappen dan wel doen, zou je, kunnen, uh, zou je je af kunnen vragen. En dat doet Delta dus ook. Nou, Delta die zegt de geesteswetenschappen doen aan verstaan of aan begrijpen, in het Duits verstehen. En dat is dus wat zij doen met de mens, want het gaat, ze gaan immers over de mens, deze wetenschappen. En wat is verstaan? Wat moeten wij verstaan onder verstaan? Nou, verstaan is inzicht krijgen in anderen op de manier waarop zij zichzelf begrijpen. En dat roept natuurlijk de vraag op, nou, waar, op, welke manier begrijpen wij ons als mensen? Hè? Want het heeft natuurlijk ook van toepassing op jou als mens. Nou, zegt Tiltai, um, wat doen individuen eigenlijk als ze zichzelf willen begrijpen? Nou, individuen begrijpen zichzelf door zelfinterpretatie, door het geven van betekenis. Aan ervaringen. Dus je bemerkt bij jezelf dat er een aantal ervaringen zijn en dan duid je die ervaringen. Je zegt: dit is wat hier eigenlijk is gebeurd. Um, en zelfinterpretatie contrasteert dus met introspectie, contrasteert met een soort naar binnen kijken waarbij je observeert wat er zich in jouw geest afspeelt. Nee, je observeert je gehele gedrag, wat je doet. En je zegt bijvoorbeeld: nu het feit dat ik. Probeerde tijdens deze oorlog tegen de vijand te vechten, dat was een kwestie van heldenmoed. Dat was niet een kwestie van angst die ik had, omdat mijn generaal mij anders uh, misschien wel een kopje kleiner zou maken. Nou, um, dat is dus hoe individuen elkaar in algemene zin begrijpen. En um, dan moeten we kijken naar nou, hoe gaan we dat gebruiken binnen de geesteswetenschappen. Nou, zegt uh, Deltay, je hebt dus eigenlijk altijd uh, bepaalde ervaringen waar het om draait bij die zelfinterpretatie um, en bij het zelfbegrip. Wel een erlebnis genoemd. En een erlebnis is eigenlijk iets meemaken, als je een erlebnis hebt, dat betekenis kan krijgen. En de uitdrukking is dan zo'n ervaring veruitwendigen. Dus er gebeurt eigenlijk iets en je doet daar iets mee in je handelen. Ja, je kunt er ook een gedicht over schrijven, maar je kunt ook gewoon iets doen. Um, en die, uh, je kunt kunst maken, je kunt wetten maken. Er zijn allerlei dingen, allerlei veruitwendigingen van die ervaringen, die dus ook de andere mensen te ervaren zijn en ook de andere mensen te zien en te horen kunnen zijn. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je, als je bezig bent met verstehen, als je bezig bent met verstaan, dan kom je tot de betekenis van een ervaring in haar uitdrukking. Dus wat de wetenschapper eigenlijk doet, is hij bestudeert al die uh, uitdrukkingen, bijvoorbeeld al die cultuuruitingen, wetten, schilderijen, teksten, enzovoorts, en duidt dan de betekenis uh, die um, een ervaring uh, ja, moet uh, krijgen, gegeven wat er zo allemaal uh, is gebeurd, gegeven wat hij allemaal observeert. En dat is wat je eigenlijk doet als je bezig bent met uh, verstaan. Ja. En uh, nou, wat ben je dan aan het doen? Uh, je kijkt eigenlijk naar de zogenaamde werkingssamenhang. Je kijkt naar een historisch systeem dat betekenis geeft, zoals bijvoorbeeld religie, maar het gaat ook om veel meer. Want je probeert eigenlijk die ervaring in een werkingssamenhang uh, te duiden. Uh, want een ervaring krijgt alleen betekenis in haar werkingssamenhang. Je kunt eigenlijk alleen de ervaring begrijpen als zodanig... door het geheel te begrijpen waar die ervaring onderdeel van uitmaakt. Met andere woorden, om een middeleeuwse monnik te verstaan... moet ik in de zekere zin een beetje een middeleeuwse monnik worden. Ik moet mij verplaatsen in de tijd, ik moet mij verplaatsen in de context... Ik moet mij verplaatsen in hoe het kloosterleven is. En als ik dat heb, dan kan ik snappen waarom een individuele monnik... Uh, bepaalde dingen doet. Dan kan ik snappen wat, het, wat er eigenlijk gebeurt als een monnik een bepaald iets doet. Nou, um, en daarmee komen we op uh, een van de belangrijkste uh, concepten of onderdelen van het denken van Deltaille, namelijk de zogenaamde hermeneutische cirkel. Want waar die geesteswetenschappen eigenlijk mee bezig zijn, is een vorm van hermeneutiek, van interpretatieleer. En Um, in die interpretatieleer speelt die Hermeneuticus cirkel een belangrijke rol. En wat zegt die Hermeneuticus cirkel nou? De Hermeneuticus cirkel zegt eigenlijk dat je een deel, dat wil zeggen bijvoorbeeld de handeling van zo'n individuele monnik, eigenlijk alleen kan begrijpen vanuit het geheel, vanuit die werkingssamenhang. Maar je kunt die werkingssamenhang natuurlijk ook alleen maar begrijpen vanuit de verschillende delen. Dus. Dat is eigenlijk de cirkel waar je telkens in zit. En je gaat dus telkens proberen het deel vanuit het geheel te begrijpen en het geheel vanuit het delen te begrijpen. En zo kom je tot een verstehen, tot een verstaan van wat mensen op een gegeven moment aan het doen.